Stel dat je een droomreis wint, waar wil je dan graag heen? Wie kies je uit om mee te gaan, of vraag je iedereen? En zou je willen rijden, varen, vliegen als het kon? Wat zou je leren, zou je zien, voorbij de horizon? God zei Mozes, luister goed, het is de hoogste tijd dat ik het volk van Israël van slavernij bevrijd. Egypte moeten laten gaan, neem jij ze bij de hand en maak met hen die grote reis naar het beloofde land. Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wel donker, aan het einde brandt zijn licht. De een gaat reizen als het kan, de ander als het moet. Maria ging per ezeltje en Jozef ging te voet. De wijzen reisden per kameel, leert hun geschiedenis. En Paulus stapte op de boot en Jona ging per vis. Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wel donker, aan het einde brandt zijn licht. Het leven is een lange reis, soms prachtig en soms naar. Soms lijkt het als vanzelf te gaan, maar soms ook is het zwaar. Langs bergen en door dalen heen, soms voelt het warm, soms koud. Maar God gaat altijd met je mee, omdat Hij van je houdt. Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wat donker, aan het einde brandt zijn licht. Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wat donker, aan het einde brandt zijn licht. Op reis, wat een leuk liedje. Nou, ik word er vrolijk van. Ja, toch? Ja. Maar het gaat wel over het verhaal van Mozes ook een beetje. Ken je dat? Ja, maar dat was niet zo vrolijk hoor, want ze hadden het heel zwaar in de woestijn. Het was echt een barre tocht. Ja, maar gelukkig ging God wel met ze mee. Ja, dat is waar. Dat is waar. En als God met je meegaat, nou, dan is altijd goed. Dat vandaag zullen wij beginnen anders met een kruis steken. En God danken dat we bij elkaar kunnen komen. Ja, ja goed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Vader in de hemel, we zijn u dankbaar dat we hier samen kunnen komen. Dat u altijd bij ons bent en ons helpt. Ook de kinderen thuis. Dank u wel daarvoor. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, nu gaan we ons voorbereiden op het feest van Pasen. 40 dagen lang. Maar hoe bereid je je voor op Pasen? Ga je dan lekker chocoladeijtjes kopen? Nee joh, we gaan vasten. Oh. Daarom heet het ook de 40 dagen tijd of de vaste tijd. Hoe doe je dat eigenlijk, dat vasten? Nou, je kunt op meerdere manieren vasten. Kijk. Al deze woorden hebben met vasten te maken. Zien jullie het woord gebed? Ja. Ja, door te bidden praten wij met God. Het is goed om in deze tijd wat meer te gaan bidden. Om meer tijd voor God te maken. Ja, je kan bijvoorbeeld gaan bidden voordat je gaat slapen. Of voordat je gaat eten. Kan je even wat aandacht aan God om even bedanken voor alles wat Hij voor je doet. En zijn er nog meer woorden die met bidden te maken hebben? Ik zag wel stilte. Oh, ja, zag ik ook. Maar stilte hoort er ook bij, want als we gaan bidden, is het fijn als we eerst stil maken in ons hart. Dan kan je beter nadenken. Ja, ik zie ook het woord Bijbel. Als we in de Bijbel lezen, maken wij ook tijd voor God. Ja, want door te lezen in die Bijbel, dan leer je God veel beter kennen. Ja,
Maar er is ook nog een andere manier om te vasten. En dat is juist door dingen weg te laten die niet zo belangrijk zijn. Minder snoepen en koekjes, zien jullie die woorden? Of andere woorden die ermee te maken hebben? Maar het kan ook zijn dat er iets is wat ons eigenlijk te veel afleidt. Wat bedoel je daarmee? Nou, dan bedoel ik dat je te veel voor de tv hangt of op je mobieltje bezig bent. Oh, oké, dat bedoel ik. Ja, snap je. Ik zie ook het woord tablet staan. Daar hebben de kinderen ook last van. Ze zijn soms te veel met de tablet bezig. En dan vergeten ze meteen om thuis te helpen of van school te werken. Daar heb ik ook thuis last van. Met mijn kinderen dan. Ook met mijn kinderen. Ja, en als laatste kunnen we in de 40 dagen tijd wat meer tijd besteden aan mensen die het moeilijk hebben. Ja, bijvoorbeeld de opa's en de oma's die door de corona zo eenzaam zijn. Ja. Het zou wel leuk zijn als we een kaartje of een tekening erin sturen. Ja, en ook aan misschien een oude buurman of buurvrouw, die niet zo makkelijk naar buiten kunnen in deze tijd. Zien jullie woorden die te maken hebben met aandacht voor een ander? Ja, ik zie delen. En voedselbank en kledingbank. Inderdaad, we kunnen onze spullen delen met mensen die minder hebben. Dan kunnen wij deze spullen brengen naar de voedselbank of de kledingbank. Nou, dan moeten wij 40 dagen lang volhouden. Nou, waarom 40 dagen? Dat vind ik wel erg lang, hoor. Ja, want we doen Jezus na, hè. Jezus, die ging voordat hij de mensen ging over God ging vertellen, ging hij naar de woestijn. En daar bleef hij 40 dagen. Hij nam geen eten mee, want hij wilde denken aan nadenken wat echt heel belangrijk was. En hij wist dat God voor hem zou zorgen. Net zoals de mensen. Net zoals God zorgde voor de mensen in de woestijn. Ja, in de woestijn. Oh ja, dat is het verhaal van Mozes. Zullen we dat nog eens lezen? Ja, leuk. Ja, dat gaan we doen. Ja. Heel lang geleden woonden de voorouders van Jezus in Egypte. Ze waren daar niet gelukkig, want de farao, de koning van het land, had ze tot slaaf gemaakt. En ze waren dus niet vrij en ze moesten heel hard werken. En God koos Mozes uit om de mensen te helpen in zijn naam. Op een dag stond Mozes buiten met zijn schapen en ineens gebeurde er iets heel bijzonders. Hij hoorde een stem zijn naam roepen en toen hij rondkeek, zag hij een braamstruik die in vuur en vlam stond. Maar het vreemde was dat de struik niet afbrandde. En de stem zei, Mozes, ik ben jouw God. Ik heb gezien hoe de mensen in Egypte behandeld worden. Ik hoor ze klagen en ze roepen mij om hulp. Ik wil dat jij naar Egypte teruggaat en tegen de farao zegt dat hij mijn mensen moet laten gaan. God beloofde dat hij Mozes zou helpen. En Mozes ging naar Egypte. Toen hij daar aankwam, zei hij tegen de mensen, God heeft jullie horen klagen en stuurt mij om jullie te brengen naar een nieuw land dat God ons zal geven. Maar eerst ga ik naar de farao om te zeggen dat hij jullie moet laten gaan. En zo ging Mozes naar de farao, die lekker met zijn boot aan het varen was op de rivier. Mozes zei, God stuurt mij. U moet zijn mensen laten gaan. God wil niet dat zijn mensen slaven zijn. Laat ze vrij. De farao moest hard lachen. Wat dacht die Mozes wel? Natuurlijk liet hij ze niet gaan. Omdat de farao niet wilde luisteren, stuurde God plagen over Egypte. Kikkers. Duizenden kikkers. Miljoenen kikkers. Muggen. Steekvliegen en sprinkhanen, zo vervelend. En toen hagelde het zo hard dat alles kapot ging. Na 10 plagen was de farao uiteindelijk zo zat dat hij de mensen liet gaan. Maar dat werd nog spannend. Ze waren nog maar een dag onderweg toen ze bij de zee aankwamen.
En ineens hoorden ze de soldaten van de farao dichterbij komen. De farao had spijt gekregen dat hij de mensen had laten gaan. Wie zou nu zijn piramides bouwen? En hij stuurde zijn leger achter de mensen aan om ze weer terug te halen naar Egypte. Wat nu? Zeggen de mensen. De soldaten van de farao komen achter ons aan. Mozes stond met het volk voor de Rode Zee. Ze konden geen kant op. Mozes hief zijn stok op en toen begon het heel hard te waaien. Opeens splitste de zee zich in tweeën. God maakte een weg voor ze. Zo konden ze ontsnappen aan de soldaten. Achter hen ging de zee weer terug. Ze waren veilig. De mensen juichten en dankten God. Ze waren zo blij. De mensen konden nu weer verder met hun reis naar het beloofde land. Ze moesten daarvoor heel lang reizen door de woestijn. Maar God ging met ze mee en zorgde voor water wanneer ze dorst hadden en stuurde manna, dat is brood uit de hemel, als ze honger hadden. Hun reis door de woestijn duurde 40 jaar. En door al die moeilijkheden heen werden deze mensen een echte familie, het volk van God. Nou, we hebben gezien dat we onze spullen kunnen delen met mensen die het minder hebben in de buurt. Maar wij kunnen ook samen geld sparen voor de mensen en kinderen ver weg uit de arme landen. Ja. Met iedereen in de kerk kunnen we sparen voor de Nationale Vastenactie. Ja, want wij hebben het hier in Nederland heel goed, hè. Alle kinderen kunnen normaal gesproken gewoon naar school. Ja, school is gewoon zo belangrijk. Want daar werk je aan je toekomst. Je kunt leren juf worden, of arts, of timmerman. Ja, dat is belangrijk. Ja, nou ja, daarom wordt er dus geld ingezameld, hè, zodat alle kinderen in de hele wereld goed onderwijs krijgen en aan hun toekomst kunnen werken. Zullen we een filmpje kijken over de vaste actie? Ja, goed. Dan gaan we doen. Een dag uit het leven van Daisy. Over de hele wereld gaan kinderen iedere dag naar school. Die scholen zijn soms heel anders dan onze scholen in Nederland. En soms doen de kinderen er ook andere dingen. We gaan kijken op de school van Daisy uit Kenia. Dat ligt in Afrika. Dit is Daisy's school. De klas heeft een dak van metaal. Als het regent, maakt dat veel lawaai. Vandaag is het droog en heel warm. De kinderen staan onder de boom. Ze gaan straks zingen en dansen. Luister, je hoort iemand op een fluit spelen. De kinderen hebben verf op hun gezicht. Daisy zit in de klas met haar neefjes Anthony en Amas. Daisy en Amas hebben verf op hun gezicht voor het dansen. Ze kijken in een boek met verhalen over Kenia. Daisy raakt de plaatjes aan. Amas slaat de bladzijde om. Hij duwt Daisy's hand weg, want hij wil de woorden lezen. De grotere jongens doen een wedstrijd hoog springen. Ze rennen hard naar de tak en proberen er overheen te springen. De grootste jongens kunnen heel hoog springen. De leraar en een van de jongens leggen de tak steeds hoger. Soms is de tak te hoog en lukt het niet om er overheen te springen. De kinderen vinden het leuk om te zingen en te dansen. Ze doen verf op hun gezicht en de meisjes hebben vrolijk gekleurde doeken om. De twee meisjes vooraan dansen en klappen en de andere meisjes doen hen na. Ze zingen een vrolijk liedje over het plukken van fruit en groente. Ze houden van groente en fruit. De school is afgelopen en de kinderen gaan naar huis. Sommigen lopen langzaam, anderen rennen en huppelen. Zie je die meneer in het roze overhemd? Hij is de baas van de school. Hij kijkt naar de kinderen die naar huis gaan. School is belangrijk. Help meer kinderen zoals Daisy naar school te gaan. Doe je ook mee aan de vaste actie? Ik heb nu al zin om te sparen, jullie? Ja. En misschien vragen jullie je wel af wat je kan doen om te sparen. Nou, je kan bijvoorbeeld lege flessen ophalen voor het statiegeld. Wat een goed idee. Of een boodschap doen voor de buurvrouw of thuisklusjes doen. Ja, hier zie je een heleboel klusjes. Dat heb ik gewoon van de Vastenactie website.
En ze geven jou hele goede tips wat je thuis kan doen. Bijvoorbeeld sokken opruimen. Of je bed opmaken. Ja, of in de tuin werken misschien. Hè? Onkruid weghalen. Ja, dat komt nu eraan met de lente, al die onkruid. Nou, dan kan je gewoon vragen. Een beetje een centje voor een karweitje. Ja, ja. Of, en als je dan al het geld die je samen hebt opgespaard, dan kan je straks in je spaarpotje doen, die we straks gaan knutselen. En dan breng je hem naar de kerk en we zorgen wel dat al het geld naar de mensen van de vastenactie terecht gaat. Ja, nou, hartstikke mooi. Sparen jullie ook mee? Jullie hebben allemaal een knutselpakketje gekregen als het goed is, hè? En als het niet goed is, dan mogen ze nog contact met jou opnemen, Pilar? Ja hoor, gewoon een mailtje sturen naar eerste communieadres, gmail.com. En voor de kinderen van de kinderkatechese ook gewoon naar mij privé. Ja, nou en daar zitten dus 3 knutselwerkjes in. En 1 ervan, dat is de vaste kalender of de 40 dagen kalender. Die hebben jullie gehad. Daar zitten gaatjes in en daar kun je een touwtje doorheen doen om hem op te hangen. Oh, leuk. Ja. Maar wat is de bedoeling met deze kalender? Ik zie hier als woensdag. Ja, nou, als woensdag is natuurlijk al geweest. Ja. En het is de bedoeling dat je elke dag kleurt als de dag geweest is. Dus elke dag een vakje inkleuren. Ik ga het paars kleuren, want in de kerk is alles paars in de vaste tijd. Ja, dat klopt. En als je verschillende kleuren paars hebt, is dat natuurlijk helemaal mooi. Lichtpaars en donkerpaars. En de zondagen, nou dan kan je misschien, want daar staat een tekst in, een klein hartje bij tekenen. Oh, dat is leuk. Ja, want de zondag, dat telt niet mee, hè. Dan zie je hier 1, 2, 3, 4. En daarna de zondag en dan weer 5, 6. Want de zondagen, dat is feest. Ja. Ja, het is gewoon de dag van God eigenlijk. Ja, en als je dan 40 dagen verder bent, de dag daarna is het Pasen. Ja, maar Ageet, mag ik ook Jezus hier in kleuren en de kruisjes? En hier zie ik denk ik Palmzondag. Mag ik dat ook in kleuren? Ja, tuurlijk. Ja hoor, maak er maar een heel mooi kleurig werkje van. Nou, dat vind ik leuk. Dan ga ik het gewoon ophangen zo bij mij in de woonkamer. Ja. Ik ga het touwtje er doorheen doen. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Ja, gewoon heel eenvoudig. Je pakt gewoon een touwtje wat je hebt. Je doet het door de 2 gaatjes heen. Wel lekker dik zo'n touwtje. Ja, deze is best wel dik, maar het gaat wel. Ja. En als je dan een knoopje aan de achterkant legt, dan zit het vast. En dan kan je het ophangen ergens in huis. Nou, laat maar zien. Wat goed zeg. Zo? Ja. Oh, fijn. Nou, leuk. En dan ga je elke dag gewoon een vakje kleuren. Nou. En nu in het begin, omdat we al begonnen zijn, kan je al een paar vakjes kleuren, hè, natuurlijk. Ah. Ja. Nou, en je ziet ook in je pakketje heb je ook dit gekregen. Dit is een kruisje. Die straks op het werkje, waar het staat eigenlijk, Jezus is gestorven om ons te redden. En weet je hoe jij dit moet maken? Ik laat het zo zien. Jullie hebben ook een spaarpotje gekregen. Die kunnen jullie ook zelf gaan maken. En daar het geld in sparen wat jullie verdienen of inzamelen. Ja. Nou, dat is leuk. En daarna, wat doe je daarmee? Dat ze op een gegeven moment krijgen jullie te horen wanneer jullie het in kunnen leveren. En dan gaan we alles, al het geld wat erin zit bij elkaar doen. En geven aan de mensen van de vaste actie. Nou, ik hoop op heel veel geld. Jij? Ja, zeker. Ja. Leuk. Nou, dan gaan we nog even laten zien hoe jij het kruisje moet in elkaar zetten. Zullen we dat doen? Thank you.
Zo. En dat had je me dan ook. Het spaarpotje van de 40 dagen tijd moeten jullie dus helemaal uitknippen, rondom, en dan gaan vouwen. Alle flapjes die uitsteken moet je vouwen en dan kan je het met lijm in elkaar zetten. Bovenop het spaarpotje moet een gleufje komen. Vraag even of je ouders daarbij helpen. Als je alles gevouwen hebt en het gleufje erin is gemaakt, kun je hem aan de onderkant eerst dichtvouwen, met lijm dichtplakken. En het flapje kun je hier gewoon in doen, want dan kan je hem ook weer openmaken. En dan heb je je spaardoosje klaar. Nou, ik hoop dat het allemaal gaat lukken met jullie, met dat mooie kruisje wat Lacerna gemaakt heeft. Gaat leuk inkleuren, knippen, plakken, wordt het erg mooi. We gaan nu afsluiten met een lied en we hopen jullie volgende keer weer te zien. Dag, dag! Starts my
schat.